Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Ballengooien Modus. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Deze week ben ik in het mooie Dussen, een prachtig plaatsje in Noord-Brabant. En ik sta hier in de beste zelfstandige winkel van Nederland. En niet alleen ik vind dat, nee, heel veel mensen vinden dat. Want die hebben namelijk vorig jaar in een verkiezing van de Telegraaf op internet gestemd op deze winkel. Nou, wat wil nou toeval? Dit jaar zijn ze weer genomineerd. En nou, dat is natuurlijk de bedoeling dat deze winkel zoveel mogelijk stemmen binnen gaat halen. Om, ja, wat mij betreft, gewoon ook dit jaar weer de beste zelfstandige winkel van Nederland te worden. En om die stemmen binnen te halen, hebben zij de kijkers van Clip en Klaar nodig. Nou ja, nou ken ik de kijkers van Clip en Klaar allemaal in principe een beetje persoonlijk. En dat zijn allemaal aardige mensen. Dus help deze vriendelijke mensen van deze kledingwinkel. En laat hen weer de beste zelfstandige winkel van Nederland worden. Nou, natuurlijk moeten we in Clip en Klaar ook altijd een videoclipje maken. Hè? We hebben iets te filmen. We hebben DJ Sinneratja, die je nog wel kent uit dit programma, bereid gevonden om een aantal leuke opnames mee te maken voor een commercialtje. En een begin van een videoclip, wat we later over een paar weken af gaan maken. Maar goed, daar straks allemaal veel meer over. Sinneratja heeft ook een link met deze winkel. Nou goed, dat vertelt hij straks alles zelf over. Ik wil je in ieder geval nog vragen om vrienden met mij te worden op Hives. erikdikheb.hives.nl. En laten we gauw gaan kijken hoe het gegaan is hier zo in Dussen. Clip en Klaar goes Dussen. I never worked a day in my life. De mensen kennen mij wellicht als DJ Sinneratja, maar in het dagelijks leven ben ik Peter Schalk en ben ik eigenaar van een reclamebureau. En in het weekend draai ik in clubs en maak ik platen. We zijn momenteel hier in Dussen, een dorpje vlak onder Gorinchem. En we zitten hier in een verschrikkelijk mooie kledingzaak en dat is tevens mijn hoofdsponsor. Nou, toen ik begon met draaien ging het steeds verder en op een gegeven moment kreeg ik contact met deze zaak. En hadden wel interesse om mij te gaan kleden. En voor elk optreden wat ik moest doen, dat ik er dan toch tip-top uit kon zien. En mooie blouses, mooie loges, merken en kleding en schoenen. Nou, het is hier allemaal verkrijgbaar in deze winkel. Ik ben Jan Vos, samen met mevrouw eigenaar van Ballengooien Modus in Dussen. Wij doen dames, heren en kinderkleding op 1500 vierkante meter. Ja, leuk is, Sinneratja is in zijn dagelijks leven als Peter ook reclameman. En zo zijn we hem tegengekomen om wat reclame te laten maken. En ik hoorde zijn verhaal over zijn nieuwe plaat op MTV. En ik was zo enthousiast van. En we raakten onder een borreltje raakten we aan de praat. En ik zeg, zullen wij jou een klein beetje gaan sponsoren? En kun jij onze naam dan wat uitbrengen onder de jongere doelgroep tussen aanhalingstekens? Want daar is hij natuurlijk erg in thuis. Nou, wij vinden het fijn om de jongeren ook te kunnen helpen natuurlijk. Maar wij zitten in een dorp, zoals je ziet toen je hier naartoe kwam rijden. En het is alleen voor de jongeren bereikbaar met openbaar vervoer. En dan is wel de kunst dat wij bekend worden voor de jongeren. Terwijl we wel de merken voeren voor de jongeren. Zoals een G-Star, een Depp, een Desigual, een EDC. Ik weet niet hoe lang ik tijd heb, maar ik kan nog even doorgaan met al die merken opnoemen. We hebben er meer dan 100 voeren we dit in ons bedrijf. Waarom ik in Dussen zit en niet in Amsterdam of in Breda is heel simpel. Dussen ligt vlak aan de snelweg, kleine 5 minuten van de snelweg vandaan. Je kunt gratis parkeren voor de deur. En we hebben een gratis bak koffie. We hebben een aantal locaties gecreëerd in onze winkel, waaronder een kids corner met PlayStation, tv, spelletjes. We hebben een koffiehoek waar ook internet kan worden. We hebben wifi aansluiting. We hebben diverse zitplaatsen voor mensen om te kijken, tussen aanhalingstekens, naar passende mensen of advies te geven natuurlijk. Wc's zijn net de hotel wc's hier, hè? Dat is echt super mooi. Dat soort dingen. Dus de filosofie achter deze gedachtegang is dat als men aan het passen is of lekker aan het rondsnuffelen is in onze winkel, dat de partner of de kinderen, bijvoorbeeld de kinderen, dat ze kunnen spelen in de kinderhoek met een PlayStation of een kinderfilmpje kijken. Of de man of vrouw natuurlijk een bakje koffie kunnen drinken met krantje erbij. Eventueel even de laatste e-mails checken of wat internetten. We hebben een wifi-aansluiting. Dus we proberen om. Wachttijden is een verkeerd woord, maar gewoon iedereen op zijn gemak te voelen bij ons in de winkel. Riverside, motherfucker!
ben Jolanda Vos. Samen met mijn man ben ik eigenaar van deze zaak. Waarvan ik samen met Jan de inkoop voor verzorg. We verkopen meer dan 100 merken. Dus dat is een hele klus om het vol te krijgen. Nou ja, op zich is het is heel leuk. Je bent meestal een half jaar van tevoren bezig om alles in te kopen. We hebben nu bijna 80-90% al ingekocht voor volgende zomer. Dus wij zitten alweer een half jaar verder. We gaan naar beurzen in Barcelona, in Florence. Overal om te oriënteren. En dan hebben we meestal afspraken bij de fabrikant op de showroom. Wat meestal in Nederland gebeurt. En dan zoeken we daar onze collecties uit die we dan samenstellen en orderen. De zaak bestaat ongeveer 45 jaar. Mijn ouders zijn er toen de tijd mee begonnen met een heel klein winkeltje. En door de loop der jaren heel vaak verbouwd, steeds groter. En zo'n 25 jaar geleden is mijn man erbij gekomen. En toen hebben we flink verbouwd, twee keer zo groot geworden, nog 9 jaar geleden. En een veel grotere klantenkring gekregen, dus allemaal uitgebreid. Dat is leuk, gaat goed. Nee, dat is het wat leuk. We hebben natuurlijk een aantal keren verbouwd. Van klein begonnen en van lieverlee uitgebreid. De laatste uitbreiding was deze boerderij waar we nu in staan. Met mooi daglicht binnen voor een eerlijk open advies qua kleuren. Wij vinden het heel belangrijk om de mensen een persoonlijk advies te kunnen geven. Qua pasvorm, qua kleur, qua uiterlijk. En dat die mensen er eigenlijk fijn bij voelen. En dat lukt ons aardig en daar hebben we de goede accommodatie voor. Nou, bijvoorbeeld bij jou, Erik, jij kwam binnen in een zwart ruitje, als ik me goed herinner. En we hebben jou een mooi blauw streepje aangetrokken, wat die frisheid in je kleur in je ogen terugbracht. En waar je er eindelijk gewoon veel frisser en jonger door uitzag. Wat wil je nog meer, zoveel jaar jonger? Sederaccia komt hier regelmatig winkelen. Als hij een optreden heeft, vind ik dat hij er even top uit moet zien. En hij kan wel wat advies gebruiken van ons. En een horloge, een blouse, schoenen, broeken. Nou, ze hebben hier echt van alles. En ik probeer hier voor optredens eventjes te gaan shoppen, zodat ik er bij elk optreden tip en top uitziet. I never worked a day in my life.